Boothill is een blues-rockband uit Peer. Enkele weken geleden kregen ze ongewoon nieuws van het Belgische leger. Plots komt Mario hier het repetitiekot binnen met het verhaal van hey jongens, het is zover, maak er ons maar klaar voor, want we gaan voor de jongens in Libanon een feestje bouwen. De bandleden waren aangenaam verrast met het aanbod. Optreden in Libanon schrik Boothill niet af. We waren van het aanbod zeker heel enthousiast, omwille van ja, dat is een kans sowieso. Als band, we zijn gasten, we gaan ook elke dag nog werken en al. We willen dit kunnen meemaken. Ja, die kans moeten nemen, maar we zullen er zeker 100% voor gaan. Ik denk dat de defensie hier in België heeft al veel bewezen in hun missies en zo. Die zullen ons ook niet voor niks naar daar sturen. Ik bedoel, maar nee, daar heb ik echt geen bang voor. Ten eerste die ervaring gewoon al. Wetende van defensie, dat is altijd van A tot Z in orde. We brengen dus blues, rock in onze context, ons snuifje zout erop gegooid en alles bijeen zal dat toch wel het neusje van de zalm zijn. De band doet haar best om er een geweldige show van te maken. We gaan daar doen wat we hier altijd doen, het repetitiekot, zowel als aan de optredens, gewoon rock en roll. En hopen dat dat daar geaccepteerd wordt. We bakken wel genoeg show. Wat bedoel ik met show? We hebben genoeg geluidstechniekers bij. Dan zullen we dat toch wel in een goed kleedje te kaderen. Niet om daar zomaar heen te gaan om te zeggen we doen ons ding. We krijgen die kans. Nee, we willen dat toch wel in orde brengen. En dat zal ook wel lukken. Vrijdag 4 april kan je in cultuurcentrum 't Poorthuis naar Elvis Peters' Het paard van Nietzsche. Een literair concert waarin Vlaanderen's vitaalste performer spreekt en zingt. Het concert begint om 20:30, tickets kosten €10. Voor meer info en reservatie kan je terecht bij 't Poorthuis op het nummer 011 61 0720 of op ccpoorthuis.be.